Weet je wat me heerlijk lijkt? Lekker op vakantie. Naar Afrika bijvoorbeeld. Dans je mee op de muziek van Toto? Zover. Om 3 uur 's nachts vertrokken we met de auto naar het vliegveld. Gaan we vliegen? Lang parkeren, veel koffers mee. Ik vlieg straks voor het eerst hoog in de wolken. Ik ben een held. Van een stewardess mag ik mee. Cockpit kijken naar alle knopjes en de piloten. Na 11 uur zijn we dan geland. Nu begint het grote avontuur. We gaan op safari naar Zuid-Afrika. We zien giraffen, tijgers en hyena's. We gaan op safari naar Zuid-Afrika. Met een jeep 3 weken lang. Oh, wat is dit gaaf. Het Krugerpark is heel erg groot. Veel groter dan de dierentuin bij ons hier in de buurt. Het gaat hier om leven en dood. Zo heb ik vandaag stiekem naar een grote groep leeuwen getuurd. Ik slaap vannacht in een tent. Hoop dat het vuur goed op ons past. We gaan op safari naar Zuid-Afrika. We zien giraffen, tijgers en hyena's. We gaan op safari naar Zuid-Afrika. Met een jeep 3 weken lang. Oh, wat is dit gaaf. Fantastische danseres. Dat hadden jullie al lang gezien natuurlijk. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie ervan kunnen maken. Je hebt gehoord dat deze muziek uit verschillende stukjes bestaat. Bijvoorbeeld bij het refrein. Deed ik elke keer dit. En dan weer dit. Dan hadden we het introotje. En daarbij was ik aan het stappen. En bij het couplet. Daar deed ik soms een stap opzij. Of in het begin. Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig. En
Dat kan natuurlijk allemaal veel leuker, dus ik ben benieuwd wat voor dans jullie kunnen maken. Dadelijk mag de muziek nog een keer aan, die zal ik neerzetten zodat die aangeklikt kan worden. En dan gaan jullie zelf wat bedenken. Ga je de klas in groepjes verdelen? Maakt elk groepje een hele dans? Of misschien is het ook wel leuk om elk groepje een stukje van het liedje te laten doen. Ik zou het super leuk vinden als jullie dat dan gaan filmen en aan mij sturen. En ik zal de rest van de informatie even in een mailtje zetten voor de leerkracht. En dan kunnen jullie er samen wat moois van gaan maken. Dus ik ben super benieuwd naar jullie filmpjes. Tot de volgende keer!